Goedemiddag, het is vandaag maandag. En het is nu, denk ik, 1 uur ongeveer. En ik ga zo meteen met mijn broertje naar Den Haag. En dan gaan we even shoppen. Ik weet eigenlijk niet of dit een nieuwe vlog is of omdat hij nog aan de andere dagen vastzit. Maar als het een nieuwe weekvlog is, heel erg leuk dat je kijkt. Wat ik aan heb is een shirt van de Pull & Bear en een flarebroek van de Sting. Een beetje die iedereen heeft, die flirt. Ik heb een make-up net gedaan en ik ga woensdag wimpers laten zetten. Ik ben echt heel erg benieuwd. Maar wat ik nu ga doen is eventjes mijn tasje pakken, mijn jas aan doen en dan gaan Jules en ik samen naar Den Haag. Jules en ik zijn nu in Den Haag, maar het is zo warm dat ik niet verwacht. Ik heb echt een hele dikke jas aan. Dit zijn make-up vlekken, echt heel lelijk. Maar we gaan nu in ieder geval naar de H&M toe. We zijn nu in de Sting. Oké, we staan nu in de H&M. En ik dacht, dit groene topje is wel leuk. Maar ik weet het niet zo goed wat ik ervan vind voor het uitgaan met een kort broekje. Voor op vakantie. Ik vind het wel iets hebben. Maar ik weet het niet. Oké, ik ga het even aan mijn broertje vragen. Jules, ja. Heb je het al aan? Oké, Jules en ik zitten weer in de auto, want we zijn klaar in Den Haag. Het was zo druk, terwijl wij dachten dat niet eens de winkels open waren. Het was echt niet normaal. Dus als je dan iets had, dan dacht je, ja, het is gewoon niet de moeite om hiervoor in de rij te gaan staan. Dus ik ga het misschien vanavond wel bestellen online. Zo meteen al misschien. Jules heeft wel nieuwe schoenen gekocht. Dus dat is wel nice. En voor de rest... En ik heb alleen dan een nieuwe foundation gekocht. Voor de rest helemaal niks. Dus dat is een beetje jammer. In ieder geval, wij zijn onderweg naar huis. Het is alweer 5 uur. Ik moet nu gaan rijden. En dan zal ik thuis even laten zien wat ik allemaal heb gekocht. Oké, ik ben thuis en echt heel triest. Dit is het enige wat ik heb gekocht. Terwijl ik gewoon de hele dag naar de stad ben geweest. Oh, ik ga nu even de vlog editen. Om te kijken of deze dag nog aan de oude vlog vastzit. Oké, omdat ik dus niks in de stad heb gekocht, heb ik net allemaal online kleding besteld. Maar dat komt allemaal deze week wel binnen, zal ik het laten zien. En ik ben dus Love Island aan het kijken in de Nederlandse versie. En ik ben nu bij aflevering 5. Ik weet niet zo goed wat ik ervan moet vinden. Ik denk dat ik het minder leuk vind, omdat ik gewoon de andere versie zo heb gezien. Dus dat ik de Nederlandse versie een beetje tegenvallen. Maar ja, het is te doen. En het is heel chill dat er heel veel afleveringen zijn. Dus ik ga nu Love Island verder kijken. Het is vandaag maandag. Ik ben echt zo erg in de war omdat we vandaag natuurlijk vrij zijn. Omdat het tweede Pinksterdag is. Maar ja, ik heb vanochtend even geleerd. Ik heb Love Island gekeken. Ik ben ondertussen echt al bij aflevering 10. En ik ga het wel steeds leuker vinden. Sommige mensen vind ik gewoon niet heel erg leuk erin. Dus misschien dat het daar aan ligt. In ieder geval, ik ga nu make-up halen. We wilden vandaag naar Walibi toe gaan. Alleen het zou super slecht weer worden en het zou gaan omweren. Waar ik nu in ieder geval niks van zie. Dus dat is wel een beetje jammer. Maar in ieder geval, we gaan nu gewoon even chillen bij mij thuis. En ik haal hem nu eventjes op met de auto. En dan gaan we denk ik even wat eten halen. Want ik heb ook nog niks gegeten. Dus dat eigenlijk. En wat wil ik nog meer zeggen? Geen idee. Het is morgen alweer dinsdag. Zo gek. Maar ja, in ieder geval, ik ga nu richting Mick rijden. En dan zien jullie mij zo meteen met Mick. Ik heb Mick opgehaald. En we hebben net even eten gehaald. We gingen eerst naar de Dirk toe. Want we hebben... Wacht, ik ga het even laten zien. Mag ik er even af? Oké. We gingen eerst... naar de Dirk toe. Want we wilden heel graag deze popcorn. Maar ze hadden hem alleen bij de Albert Heijn. Dus toen gingen we naar de Albert Heijn. En toen dachten we, nou ja, halen we ook nog even chocola. Goed verhaal. En nu gaan we even iets op video aan het kijken. Een nieuwe aflevering. Ex on the Beach. Harry, shutjes! Dit knip ik eruit. Oké. Mick, ja? Wat gaan we eten? We gaan toch Chinees aan. Groenten. Heel veel groenten. Groentebar. Ja. Nee, wat lag er op de trap? Er lag iets op. Een tray.
Oh, laat maar. Gadver. Een wortel. Een wortel. Oké. Mick en ik hebben net geleerd. En we hebben... Ik heb ook heel even geleerd. En ik heb verder Love Island gekeken en we gaan nu naar de McDonald's. Voor de verandering. En ik ga me nu een kus geven. Ja. Het is vandaag... dinsdag. Ik ben zo erg in de war omdat we gisteren vrij waren. Maar oké. Ik heb even een simpele outfit gedaan met gewoon een lekkere trui en een flarebroek. En ik moet om 10 uur op school zijn. Ik heb net nog even een pakketje voor United Wardrobe. Oh, ik lees weer een dom bericht, sorry. Dus ik heb ook even een pakketje voor United Wardrobe weer ingepakt. En die ga ik vanmiddag ook even op de post doen. In ieder geval, ik moet over een kwartier weg voor om naar school te gaan. Dan heb ik weer de hele dag school tot 5 uur en dan 6 uur werken. Dus dat is een beetje stom, maar ja. Het is niet anders. En ik moet ook nog echt mijn vlog editen. Ben ik helemaal vergeten te doen. Dus dat is ook een beetje stom. Maar ja. En ik verwacht ook nog een aantal pakketjes waar ik super veel zin in heb. Ik ga in ieder geval snel mijn spullen inpakken. En dan misschien een stukje van mijn vlog editen en dan ga ik richting school. Oké, ik ben terug van school. En ik ben wat eerder thuis dan normaal. Want we moesten dus volgende keer als we het traject hebben moeten we een workshop geven. En we gaan een drama workshop geven en wij waren wat eerder klaar. Dus dat. Ik ga nu eventjes wat eten maken. En wat ga ik nog meer doen? Oh ja, ik moet nog even iets typen. En ik moet nog mijn pakketje van United Wardrobe in een doos doen, want ik had dus geen doos. Beetje onhandig, want ik had er niet goed aan gedacht. Dus ik moet even een doos gaan zoeken waar ik hem in kan doen. En dan ga ik ze zo meteen eventjes op de post doen. Oké, ik heb net die schoenen ingepakt voor United Wardrobe. En ik heb echt die doos helemaal dichtgetaped. En nu zit ik het adres op te schrijven en zie ik dat het naar Frankrijk moet. En ik had een briefje erin geschreven. Dus ja, dat het niet heel veel nut aangezien ik denk dat ze het kan lezen. Maar ja, het is in ieder geval wel ingepakt. Oké, was dit niet scherp, maar ik ben terug van werk. En ik ben echt helemaal kapot. En ik moet nog best wel veel leren. Maar morgen ga ik iets heel leuks doen. Ik ga morgen wimpers laten zetten. En ik ga morgen mijn nagels laten doen. Wat ik gewoon normaal altijd doe. En morgen krijg ik mijn broertje uitslag van zijn examen. Ik weet nog niet of ik een aparte video ervan ga maken. Want hij wil heel graag ook wat filmen. Dus dat vind ik echt heel erg leuk. In ieder geval, ik ga nu even wat drinken en wat eten. Ik moet nog iets voor school doen. En dan... ja. Dat is het eigenlijk. Dus ik ga nu verder met... leren. Oké, het is 10:50. Ik ben echt klaar mee. Ik ben moe. Bleh. Ik ga nu mijn spullen opruimen en dan ga ik lekker slapen. Oké, goedemiddag. Jouw laatste het. 1:15. En het is vandaag woensdag. Ik heb vanochtend wimpers laten zetten. Dat zal ik straks nog even goed laten zien. Ik ben er echt heel erg blij mee. Het is echt heel mooi. Wel wat anders dan normaal. Dat ik altijd heel heftig make-up draag natuurlijk. En mijn broertje kreeg zo meteen de uitslag van zijn examen. En het leek ons wel heel erg leuk. Omdat ik natuurlijk ook best wel uitgebreid mijn examen en zo heb laten zien. Dat mijn broertje dat ook gaat doen. Dus over een kwartier kunnen de gezakten gebeld worden van 2:30 tot 2:30. Denk ik. Jul. Vanaf hoe laat kon je nou gebeld worden als je geslaagd was? Geen idee. Oké, okay. Nou en volgens mij om 2:30 kan je gebeld worden als je bent geslaagd. En dat gaat Jules filmen, want ik moet dus naar school. Echt heel stom. En het leek ons wel heel erg leuk als hij dat dan gewoon ging filmen. Dus ik ga straks ook de camera gewoon aan hem geven en hij gaat gewoon filmen wat hij leuk vindt. En dat eigenlijk. En ik ga nog even verder mijn make-up doen. En dan ga ik richting school. Oké, okay, mijn broertje heeft dus nu mijn camera en ik moet zo naar school. Maar ik heb dus wimper extensions laten zetten, gewoon one by one. En ik vind het zo mooi en natuurlijk. En ik heb heel erg, iets heel erg leuks. Stel je denkt ik wil ook dit of ik wil iets heftiger van die Russian Volume wimpers. Dan krijg je 10% korting als je vermeldt dat je van mij komt op je afspraak. Dus dat is heel erg nice. En ik zal gewoon alle informatie gewoon even in de beschrijving zetten. In ieder geval, ik ga nu naar school toe. Oké, ik heb vandaag mijn examenuitslag voor mijn HAVO-examen. Ik kan nu elk moment gebeld worden. Ik ga ook proberen mijn reactie te filmen, zeg maar. Dus ik ga zo even naar beneden. En ik hoop echt, echt op slaag. Want ik wil niet zo'n mislukkeling zijn als mijn zus.
Die was op 0,1 gezakt. Dat is wel heel kut, maar... Ja, ik denk dat ik ook wel wat slimmer ben dan mijn zus. Oké, ik ga zo meteen mijn reactie filmen. Met Julian. Hallo bro. Yes! 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 Oh, godzijdank. Maar hadden jullie mijn nummer niet, of? Oh nee joh. Oh echt? God. Ja, ik ben echt heel blij. Dankjewel. Yes! 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 Focus. Ja, 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 ja. In één keer. Ja, ja. Maar Jeanette, ze hadden mijn nummer niet. Jeanette, ze hadden mijn nummer niet, dus ze gingen mama bellen. Koppert ging mama bellen. Ik zweer het. Ik zweer het. Dat ging helemaal nergens over. Dat ging echt helemaal nergens over. Maar ga je nu naar school, je zei vrij halen. Ja, 5:30. Maar het regent ook nog steeds zo mega hard, hè. Dat gaat nergens over. Ja, echt goed, hè? Echt ook goed. Ik ga nu de les in en ik zie je zo, ja? Ja, is goed. Doei, doei. Oké, ik ben net klaar met school en Joel belde mij. Maar dat hebben jullie al gezien. Dat hij is geslaagd. Dus ik ben echt heel erg blij voor hem. Ik vind het zo leuk en zo verdiend. Dus dat is helemaal top. En ik ga nu eventjes... ik had net drama en ik ga nu onderweg naar huis. Maar ik ben er echt, echt heel erg blij mee. Oké, ik sta nu bij school en dit is het eerste moment dat ik Joel zie. En hij is natuurlijk geslaagd. Oké, ik zie hem daar aanlopen, maar ik dacht het is wel leuk om het even te filmen. Dus dat. Nou, daar komt hij aangelopen met cijferlijst. Hij is dus in één keer geslaagd zonder herkansing. Echt, echt heel erg goed. Ik doe het hem niet na, aangezien jullie mijn dinges hebben gezien. Maar echt super goed. Joel. Ja. Yes. Gefeliciteerd. Yes. Ah. Heb je goede cijfers? Nee. Nee? Ik heb kutcijfers, we hebben net gaan nergens doen. Waar? We hebben makkelijk gehaald of niet? Nee. Als ik 0,1 laag had, dan was ik in mijn zak. Echt? Ja. Oh, wat heb je voor wiskunde dan? 4,5. 4,5 voor me. Wat erg. Voor mijn wiskunde. Maar ja, weet je, je bent gewoon geslaagd. Noem even je cijfers op. We zijn heel benieuwd. Of heb je mijn camera mee? Nee, die ligt hier thuis. Nou, ik heb een 6 voor Nederlands. Gewoon een 6,0? Een 6,0. Ja. Een 6,8 voor Engels. Zo, netjes. Nou, dat deed ik hem dus niet na. Een 4,5 voor wiskunde. 4,5 voor wiskunde, ja. Ja, ja. Ik had uitgerekend eco en ik kwam uit op een 7,8. Ja. Ik heb een 5,5. Geschiedenis 7,2. Daarom ben ik geslaagd. Geschiedenis, jezus joh. En voor AK? Ja? 5,9. Nou, ik vind het heel goed. Het is alleen onvoldoende voor wis. Ja. Nou, dat moet je. Ja, alleen onvoldoende voor wis, ja. Prima toch? Echt heel goed. Het was warm, hè? Ja, het was echt, echt ziek. Ik ben weer thuis en Joel is er ook. Dat zagen jullie net ook. Ik heb mijn camera weer terug. Maar het is wel grappig, want ik heb ook een paar dingen met mijn telefoon gefilmd. En zijn cijferlijst hebben we hier in onze handen. En ik denk eigenlijk dat ik het gewoon morgen online ga zetten. En dat ik het niet in de weekvlog doe. Ik denk dat dat leuker is. Dan is het ook recent. Hallo. Het is vandaag donderdag. En er zijn vandaag superveel dingen gebeurd. Dus dat is de reden waarom ik nu pas begin met filmen. Aangezien het 8:15 is. Ik zit nu ook in de auto, alleen ik heb mijn telefoon gewoon in het statief staan van mijn TomTom, dus dat is gewoon prima. Maar ik heb altijd op donderdag stage en ik sliep vannacht bij Mick, omdat hij dichterbij woont. Dus ik dacht, ja, ik heb echt geen zin om 7 uur nog te gaan filmen voordat ik naar stage ga. Dus dat eigenlijk. Toen wilde ik de collectie van Love Stories bestellen en die was uitverkocht, terwijl ik om 10:50 was. En toen kwam om 10:00 online, dus het was echt een beetje... Ik kan niet zo goed tegen dat soort dingen en ik wilde heel graag 1 groene bikini hebben. Dus als je die groene bikini hebt van Love Stories en maat 36, mag je altijd mijn Insta DM'en. Ik heb wel
naar Amp toe rijden en dan zien jullie mij zo. Oké, we zijn Wapen en Amber is jarig. En we drinken gin tonic. Ik ben aan het vloggen. Morgen, het is vandaag vrijdag. En het is nu 21:50. Ik moet om 9:00 de trein hebben, dus ik moet zo meteen weg. Ik heb vandaag eerst muziek, dan Engels. Maar daar hoef ik niet meer naartoe, omdat ik mijn Engels toets heb gehaald. Zoals je mijn vlogs goed kijkt. En dan moet ik dus 1,5 uur wachten en dan heb ik het volgende vak. Ik heb mijn make-up even gedaan. En ik moet zo wennen aan dat ik nu zo weinig heb. Ik vind het wel mooi natuurlijk. Het is wel echt mooi gezet. Maar wat ik dus nu ga doen, ik ga even snel mijn spullen aan doen. Ik heb dit topje aan van Naked en gewoon een flare broek. En dan ga ik richting school. Ik ben terug van school. Ik heb helemaal niks meer gefilmd. Het is nu 6:50 en Mick is bij mij. En ik heb een pakketje gekregen. Ik had een pakketje van de Zara met een nieuw topje. Even kijken. Ik vind dat best wel duur voor dit. Zie je dat niet? Het is een euro, ja. Het is wel. En ik heb nog een nieuw pakketje van Chiquelle. En ik heb daar natuurlijk heel vaak pakketjes van. En ik heb nu ook weer een kortingscode voor 20% korting met kortingscode Janette June. Voor de maand juni. Dus als je dat wil bestellen, dan moet je even mijn kortingscode gebruiken. Ik heb wel de zak opengemaakt. Maar ik weet nog niet wat erin zit. Dus ik ben heel benieuwd. Als eerst heb ik dit topje. Het is wel een beetje kort. Ja. Ik dacht dat die al wat langer was. Welke maat heb ik besteld dan? Een 36. Dit is het topje en je kan hem dus hier strakker maken en aan de achterkant ook. Ik vind hem echt super leuk. Ik vind hem niet zo leuk boven dit rokje, maar het topje zelf vind ik wel heel erg mooi. Deze ga ik zeker in de zomer dragen. En ik had dit topje had ik vorige keer in een witte kleur. En ik vond die echt heel erg leuk, dus ik heb hem nu in het zwart. Maar het is gewoon een brand size, hè? Dus als je een L hebt, bestel je dit ook. Ja, dat is echt raar. Maar je moet er geen BH onder dragen, want anders is het echt heel heftig. Ik had vorige keer ook geen BH eronder. Dat was niet heftig. Nee, want dan heb je toch niet heel erg inkijk. Het zwarte topje en ik heb er nu zelfs een BH onder. En dan kan het net aan. Ik vind zonder BH mooier. Maar dit kan ook prima. Hij is wel dus heel erg kort. Hij komt boven de navel, dus daar moet je wel rekening mee houden. Als derde dit spijkerbroekje. Deze kleur bedoelde ik van een spijkerbroek, laat ik zeggen. Maar het rokje vind ik het wel heel erg leuk. Deze. Dit is het rokje en hij sluit echt super mooi aan. Hij zit echt heel goed. Hier zit nog wel het kaartje. Ja, ik vind het ook wel een mooie lengte. Dus ik heb er een nieuwe spijkerrokje bij. Oh ja, deze. Weet je die top die ik in het zwart heb met die lange mouwen zo kort? Ik heb hem ook in het wit. Wat gaat hier? Deze, zo die korte. Oh, die. Dan komt het afgesneden ofzo. Nee, dit hoort. En deze top. En die had ik vorige keer in het zwart. En dit is het witte topje. En die vind ik echt heel erg leuk. Dit is mijn BH. Dus dat moet je even wegdenken. Maar ik vind deze zo mooi. Je moet alleen rekening houden dat die dus echt heel kort is. Maar met een rokje kan het zeker. Maar ja. Deze vind ik echt heel erg leuk. En deze had ik dus ook in het zwart. Oké, het is vandaag zaterdag. En het is... Hoe laat? 1 uur van... Nee, ik moest tot 1 uur werken. En ik heb van 7 tot 1 gewerkt. Toen kwam ik me ophalen. Ja. En mijn pakketje is binnen. Ik heb 3 pakketjes van AliExpress. En mijn bikini van Love Stories is binnen. Maar ik weet niet of ik deze ga houden. Wacht, ik ga het even laten zien aan jullie. Ik heb geen make-up op, dus ik zie er echt niet uit. Ik zie echt niet uit. Ik weet niet of ik nu wel kan filmen. Oké, ik ga even kijken. Ja, ik heb ook nog de tas besteld. De strandtas. Is er ook nog? Wat? Is er nog? Ja, maar ik dacht, oh, hij is wel best klein. Best klein! Nou, gewoon voor je strandspullen. Maar de groot, moet je strandspullen doen. In je handen toch? De zonneband. Nou, ik heb deze strandtas. Hij is wel oké. De bikini waar het om gaat. Deze met het broekje. Oké, ik ben me aan het opmaken voor 1e verjaardag. Zo ziet het er echt heftig uit. Ik heb net gedoucht. En het is zo wennen dat mijn wimpers veel minder zijn.
Want normaal is dat meestal het soort van overheersendste van mijn make-up look. En nu valt dat eigenlijk wel een beetje weg. Dus ik weet niet zo goed wat ik ervan vind. Ik moet nu nog gaan uitzoeken wat ik aan ga doen. En het gaat echt een hel worden. En dan ga ik richting Amber toe. Het is inmiddels 9:15 en ik loop richting Amber toe. Want zij viert nu de verjaardag. En ik heb echt 1000 outfits aangetrokken. En ik heb ook een rokje aangehad. Maar uiteindelijk is het toch een broek geworden aangezien we ook uitgaan. En ja, dat dus eigenlijk. Ik heb samen met Eve en met Im een cadeautje gekocht voor Am. Namelijk zo'n lotring. Ik zal hem even laten zien. Die. Dus dat vindt ze denk ik wel heel erg leuk. Maar ja. Ik ga in ieder geval nu richting Amber lopen. Want die woont heel dicht bij mijn huis. Oké, ik ben nu bij de verjaardag van Am. Am is daar. En Am is 20 jaar geworden. En we gaan dus nu het cadeautje geven aan Amber. Ja, is het goed? Ja, prachtig is het. Ga zitten. Het is echt schattig hier. Vertel even waar je outfit van is. Deze is van de Zara vorig jaar. Mm-hmm. Deze is van de Zara dit jaar. Oh, is die van de Zara? Ja. Ik dacht gewoon van een winkel in Parijs. Nee, ja, Zara Parijs. Oké. Deze panty is van mijn moeder. Dat was het. En wat? Het voelt wel een beetje als een examen. Hoezo? Of als een eerste date? Nou, ik heb echt witte handen. Ik heb wel nog een euro nodig om mijn jas straks op te hangen. Had je mijn drankje ingezonden? Ja. Ik denk dat die van mij is. Is het een afgekloven rietje? Nee, is het deze? Lekker. Ja. Oh, top. Dankjewel. Oké. Ik zal straks nieuwe ijsthee pakken. Daar is het cadeau. Bedankt. Alsjeblieft. Moet je toch eten tussen mijn tanden? Nee. Een beetje heel veel, maar dat maakt niet uit. Kun je de YouTuber chocola of zo. Fuck, ik wil heel veel zin in Mallorca. Ja, liepen we eruit. Mallorca. Aanwezig, Mallorca. Ja, daar komen. Oeh, 14, komen leuke vlog 15 van. Juli of 14? 14. 14 juli. 14. Oh mijn god. Ik ben echt heel benieuwd. Kun je die andere wegpleuren? Ja, oh. Oeh, hij is zo mooi, jongens. Je moet even de gebruiksaanwijzing lezen, hoe je hem op. Ik pas hem in één keer. Oh, dat is mooi. Hij is zo mooi. Je hoeft niet nep te doen, hoor. Ja, wat zeg jij net elk jaar op de vlog? Thanks, Jannie. How cute.